van de amateurkunst, afgekort WAK. Dit event zet een deel Vlaanderen, niet-professionele kunstenaars in de kijker. Het thema van de 20e editie is de kleine artiest, met dus vooral aandacht voor kinderen en kunst. We zijn dan ook bijzonder, maar ook bijzonder trots om de sketch-up van de theatrier te mogen voorstellen. Onze jeugd heeft dat met hun eigen talenten en hun eigen creativiteit in elkaar gestoken. Het belooft een avond te worden, vol amusement en vol spektakel. Welkom bij Theatrier TV. We beginnen onze televisieavond met Iedereen beroemd. Zij zetten vandaag een gezin uit Londen in de kijker. Goeiemorgen. Mama. Is dat beter? Ik was het zo goed. Ik was het zo goed. Tony, kan jij ons vertellen hoe het komt dat de toren van Pisa opeens recht staat? Zie je iets speciaals? Nee, ik zie helemaal niets speciaals. Maar we hebben getuigen gevonden die ons wel degelijk kan bevestigen dat er iets mis is met de toren. Mevrouw Stol, wat ziet u precies als u naar de toren kijkt? Ja, zie je dat nu niet? Dat is nu toch overduidelijk dat die toren een beetje recht staat. Hoeveel dagen telt het schrikkeljaar? Nou, 332? Nee, sorry, het zijn 366 dagen. In welke stad staat de toren van Pisa? Pisa? Nou, in Italië? Welke stad? Oh, welke stad? Rome? Ik zou het niet weten hoor. De toren van Pisa staat in Pisa. Ik dacht dat je de antwoord gaf, maar je herhaalde alleen de vraag. Ja, stom hè. Ik wou eerst zeggen dat het staat achter de boom, maar ja, er was helemaal geen boom in de buurt, dus dat ging niet. Is als volgt: hoe hoog is de Eiffeltoren exclusief de antenne? Maar dan heb ik nog een vraag, ik zeg niet. Exclusief, is dat met antenne of zonder? Nou, hoe hoog is die dus jij dan? Nee, want ik zag volgens mij zoiets van 40 meter of zo, ja. Nee, 40 meter, nee, iets hoger. Volgens mij is het echt iets hoger. Ja, 50, 60 meter dan. Hoger is het echt niet hoor, toch dan zo die antenne, zo'n 10 meter. Ja? Nou, wij denken dat eigenlijk door 50 meter. Ja, 50 meter. Oh, hoe lang zou die? Heeft die überhaupt een antenne, dat beest? Ja, dat ding dat er bovenuit steekt. Wat zou er in real life zijn? Een meter? Lijkt dit op een meter? Ja. Zou wel kunnen als je zegt. 25 kilometer, ik heb hem. Kilometer? Weet je wel hoe ver dat is? Dat is 2500 meter? Ja, de Eiffeltoren is groot, joh. Ben jij er ooit eens bij geweest? Nee, ik ben er nog nooit van dichtbij geweest, maar de Euromast is al groot, dus ja.
Ik zweer het, als je op die Eiffeltoren staat en je doet zo, dan zou het net meren. Maar je ziet ons wel. Maar we zijn toch net meren, toch in de mini? Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het volgende programma moet aankondigen. Maar ik vind het eigenlijk maar rare mannetjes. Een dadelijk applaus voor ons eerste duet, Anneke en Tim! De Zoon, de Heilige Geest, amen. Bid met mij samen voor dit heilige moment. Een daverend applaus voor de nonnen van de Theatrie! A long way from the playground.
Herkent u hem? Een kale kop, een brilletje, het roerste Vlaming. Ah wel, die is er niet. Maar zijn zoon is toch komen opdagen. Geef hem een daverend applaus, Maarten Geubels. We gaan het vandaag hebben over het verjaardagen. Iedereen een verjaardagkennis, dus iedereen heeft wel een beetje stress in het jaar. Net als dat je zo op een verjaardag op een buiten zit. En dan gaat een telefoon en dan zijn we vertrokken. Goeiedag. Oh, gelukkige verjaardag! Oh, dank u. Hé, hey, wat gaan we nog allemaal doen? Ja, we gaan nog taart eten en dan 10 minuten later kunnen we dan eindelijk weer aan de tafel gaan zitten en dan drink. Oh, goeiedag. Oh, gelukkige verjaardag. Oh, dank u. Hé, hey, wat gaan we nog allemaal doen? Ja, ik ga nog feest vieren en nog telefoontjes oppakken. Dus, hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Nou, ik ga eens een pak van 6 kopen, een pak van 10. Dat je niet verwacht, hè? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Dus, hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Dan ligt er dan of je een pakje van 6 koopt of een pakje van 10. Wel kijk, je hebt een pakje van 6 en je hebt een pakje van 10, maar je hebt ook zo'n brood van 20 of zo. Ja, ja. Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Ja, ze zijn natuurlijk doos, dozijn. Ja, begrijp je wel, maar het goede antwoord is 12. Je hebt geen doos van 12. Wat zeg je? Dat je dozen hebt van 12. Jawel hoor, je hebt kleintjes van 6 en dan van 10. Ja, maar dat is dan toch 10? Oh? Dat is stekenblind. Dozijn is 12. Ah, die kleintje! Waar komen kindjes vandaan? Ja. Er is dus een bijtje en een bloempje. Ja, en de bijtje gaat dus naar het bloempje en die staat met zijn pootjes op het stuifmeel. En datzelfde bijtje gaat dan naar een ander bloempje en laat zijn stuifmeel vallen op de stamper. Ja, en dat bloemetje is dan bevroren. En ze komt er weer een nieuw bloemetje, hè? Maat, ik moet eigenlijk iets vertellen. Ik denk dat ik les niet ben. Ma? Ja? Ik moet ook iets bekennen. Ik ben ook les niet. Houdt al niemand van een lekkere man? Ja, ik. Luister, ik heb een kip en die kip legt eieren en stopt die eieren dan in een doosje en stapelt die doosjes dan ook nog eens op. Dat is mooi, maar ik heb ook mooier. Ik heb een koe, die melkt zichzelf, stopt die melk in bussen en zet die bussen langs de weg. Nou, dan heb ik nog veel mooier. Ik heb een varken, doet heel het huishouden en ja, ik ben er ook nog eens mee getrouwd.